mijn droomauto is een... Ja, maar nog één keer. In tegenstelling tot die hier. Ah, denk ik. Enig kind. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Felicia heeft vorige week de 50 dingen die je nog niet wist over haar gedaan. En omdat er zoveel vragen binnenkwamen om ook eens over mij te doen, heb ik besloten om dat vandaag op te nemen. Dus vandaag komen jullie 50 dingen te weten die jullie nog niet wisten over mij. Ik ben geboren op 2 juli 1991, dus ik ben nu 26 jaar. Ik word er dit jaar 27. Ik ben opgegroeid in Bolderberg. Dat is een deelgemeente van Heusden-Zolder, vlakbij het circuit van Zolder. Ik heb mijn lagere school natuurlijk in Bolderberg gedaan, maar daarna ben ik in Zonhoven op de middelbare school gegaan, in VMS en op SGB. Ik heb nooit echt zware dingen uitgestoken op school ofzo, maar ik kreeg wel vaak straf of strafstudie omdat ik 's morgens te laat op school kwam. En dan spaarde dat ze op en dan moest je uiteindelijk strafstudie doen op vrijdag. Ik hoor heel veel muziek, heel graag. Ik heb niet echt iets wat ik haat. Als ik echt iets moet kiezen van muziek wat ik niet graag hoor, dan is het carnavalsmuziek. Ik heb dan ook niet direct zo één favoriete band of artiest of zo. Als ik echt ook moet kiezen daarin, dan zou ik kiezen voor Drake, omdat ik de meeste van zijn liedjes goed ken en omdat ik zijn concert heb gezien en wat ik heel goed vond. Vroeger daarentegen had ik wel heel specifieke muziekgenres. Ik ben namelijk een heel grote metal en hardcore fan geweest. Ik heb zelfs een tijd gehad dat ik heel lange haar had en altijd in zwarte kleren zo ging en ja, bandshirts aan had heel veel. Ik heb dan vroeger ook een drietal bandjes gehad, want ik was zelf een drummer. En dat waren ook zo meer in de metal, hardcore groepjes allemaal. Moest het ooit lukken en ik de tijd en het geld voor hebben, dan zou ik graag terug beginnen drummen. Na mijn avontuur als drummer ben ik DJ geworden. Ik heb me nou altijd een thuis setup staan hier, waarop ik af en toe draai. Ik heb heel specifieke genre dubstep en drum en bass altijd gedraaid. En daarna ben ik er een beetje van afgestapt en ben ik gewoon overgeschakeld naar populaire muziek en house, loungey, zo wat meer achtergrond voor in cafés of restaurants. Ik heb geen broers of zussen, dus ik ben gewoon een enig kind. Maar ik vind dat niet erg, hè. Ik drink bijna elke werkdag zeker 4 koffies en liefst nog kleine espressokjes. Thuis heb ik een Illy-machine, maar op het werk hebben we Lavazza en dat vind ik super lekker. Ik heb in het middelbaar Economie Moderne Talen gestudeerd. En daarna ben ik aan de hogeschool in Genk Communicatie en Multimedia Design gaan verder studeren. Ik heb in al mijn studiejaren maar 1 herexamen gehad. Dat was in het laatste bachelorjaar, mijn derde bachelorjaar van de hogeschool. En dat was een herexamen op ICT, denk ik, programmeren. Ik ben qua karakter soms wel een beetje precies. Ik moet alles tot in detail goed hebben, helemaal proper hebben of perfect afgewerkt hebben voordat ik iets wil afleveren. Dus dat is wel, soms duurt iets afleveren lang, maar moet voor mij af zijn. Iets wat ik echt niet tegen kan, dat is rommel. Dus bijvoorbeeld dit allemaal. Ah, denk ik. Ik kan geen dag doorkomen zonder de kauwgommen. Ik neem er minstens 5 of 6 of zo per dag, denk ik. Ik draag het liefst van al zwarte kleren, zoals nu. Omdat dat kei gemakkelijk is om te combineren met alles. Ik draag echt elke dag een horloge. En als het kan, dan probeer ik mijn horloge af te stemmen met mijn riem en mijn schoenen. Het is al minder als vroeger, maar vroeger beet ik heel veel op mijn nagels. Nu is het al iets beter, maar ik doe het nog altijd. In tegenstelling tot die hier, heb ik nog nooit in mijn leven iets gebroken. Ik heb geen houding vast te houden, dus. Vroeger heb ik ooit bijna een stuk van mijn tong afgebeten. Echt eraf, hè. Ja, hoe? Ja. Hoezo? Ik was tussen de schommel, je hebt zo de schommel, die hangen 2 touwen en dan zo het plankje. Ik was daartussen aan het springen de hele tijd. En daartussendoor zo aan het springen, tussen de schommel. En toen riep mama mij binnen, dan moest ik stoppen, dan moest ik naar binnen komen en ik zei ja mama nog 1 keer. En ik spring en bam, ik val zo op mijn kin en ik bijt op mijn tong, dus ik val zo. En dat was bananen, die hingen zo los te flabberen zo. Dat is
stel dat ik geen jongen was geweest, maar ik was een meisje, dan had ik... Jij weet hoe ik genoemd had, hè? Ja, Brit. Dan had ik Brit gegeten, ja. Niet gegeten, maar gegeten. Deze fact heb ik pas nog meegekregen van mijn mama, want dat wist ik eigenlijk zelf nog niet. Maar volgens haar kon ik pas fietsen toen ik 7 jaar was, wat eigenlijk vrij oud is, hè. Om te leren fietsen. Dat is kei laat. Mijn favoriete alcoholische drank is ofwel een lekkere Sambuca of een gin tonic. Als ik nu ga sporten, ga ik altijd naar de fitness. Maar vroeger ging ik heel vaak zwemmen, want ik was competitiezwemmer bij de Zolderse Dolfijntjes. Ik heb misschien zelf niet het meest atletische lichaam, maar ik ben wel super geïnteresseerd in fitness, bodybuilding. Ik heb de laatste 2 jaar ook heel veel getraind in een heel goede gym. Ik heb heel veel YouTube-video's gekeken, dus ik ken best wel veel over voeding, over de juiste training, over hoe je beweging correct moet doen en zo. Nu heb ik een half jaar een beetje stilgelegen door verschillende omstandigheden, maar samen met Alisa zijn we terug back on track om er goed voor te gaan en weer goed te trainen. Ik heb schoenmaat 46 en sommige schoenen zelfs 47. Ik draag ook elke dag steunzolen, want ik heb heel veel platvoeten. Mijn droomauto is een BMW M2. En als ik echt stinkend rijk ben, dan zou ik gaan voor een Bentley Continental GT of een dikke Aston Martin. Mijn auto waar ik nu mee rondrijd, de blauwe BMW, is mijn 4e auto. Ik heb, daarvoor had ik een andere BMW 3-reeks, een stationwagen. Dan daarvoor had ik een Hyundai Tucson, meer zo'n Jeep model. En daarvoor had ik zo'n heel goedkoop auto om mee te leren rijden. Zo'n knalrood auto met maar 4 versnellingen. Als we op restaurant gaan eten, dan pak ik meestal ofwel mixed grill of een steak. Of soms als we bij Italiaan gaan, dan pak ik mijn lekkere pasta. Gerechtjes die ik heel graag klaarmaak zijn gebakken kipfilets en een overschotel met nachos en chili. En ik denk dat ik dat dringend nog eens moet gaan maken. Vroeger reed ik heel vaak met de fiets van Molderberg naar Beringen. Speciaal om dit schatje te zien. Ja. Want toen waren we nog maar 16, 17 jaar, had ik natuurlijk nog geen auto. En toen op woensdag namiddag als de school uit was, pakte ik mijn fiets. Dan moest je echt een uur of zo fietsen. Helemaal 3 kwartier of een uur of zo van langs het kanaal af naar Beringen toe. Om mijn schatje te zien. Als we naar Amerika op vakantie gaan en we gaan shoppen in het shoppingcenter, dan koop ik mij altijd 2 t-shirten van Hurley, gelijk ik nu weer aan heb. Vroeger had ik echt de coolste haren. Toen had ik zo'n echt jommekeskopje, zo haren, zo helemaal rond. En dan zo spierwit, helemaal blond. Vroeger bracht ik altijd heel veel tijd door samen met mijn neef. Die woonde vlak achter mij en dan gingen we heel vaak bij zijn thuis computerspelletjes spelen. Bijvoorbeeld op de Nintendo 64 heb ik echt super veel tijd doorgebracht. Mijn favoriete computerspel aller tijden is The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Dat was op de Nintendo 64 een van mijn favorieten en heb ik nu nog een paar keer opnieuw gespeeld omdat ik het heb afgehaald op de computer en zo met een controller opnieuw heb gespeeld. Dat blijft gewoon altijd goed voor mij. Omdat ik de spellen van Zelda zo goed vond, heb ik er heel lang over getwijfeld om een Triforce tattoo, ik ga het hier even laten zien, om, dat is zo'n teken van het spel, om dat op mij te laten tatoeëren. Mijn favoriete werkbezigheid is werken op Illustrator, dat is een bewerkingsprogramma waarmee dat je flyers, menukaarten, alles wat met grafisch ontwerp te maken heeft, kan maken. En als er pizza aan de pas komt, dan is het alleen maar beter. Vroeger had ik een heel chille vakantiejob. Ik was namelijk in de vakanties of soms ook in het weekend ging ik bijwerken als badmeester in het zwembad van Hengeloef. Of redder als je het zo wilt noemen. Dus dan moest ik naast het zwembad zitten en alles in de oog houden. Hè. Ik ben totaal geen gokker, maar ik hou wel van een spelletje poker te spelen. Vroeger ging ik elke woensdagnamiddag, toen ik in de lagere school zat, toch in Bolderberg, ik elke woensdagnamiddag bij mijn oma pannenkoeken eten. Als ik 's morgens wakker word, zo op deze manier, dan word ik altijd wakker. Met hier een heel natte plek, want ik kuil iedere nacht. Ik hou superveel van mijn katjes. Ik heb er vroeger nog 2 gehad. De eerste was Luna, dat was mijn allereerste huisdier.
Die is gestorven en Zina is mijn andere kat die bij mijn ouders zit. Zoals jullie weten werk ik bij Brunus Food Corner en mijn favoriete Brunus Food Corner gerecht is een broodje gebakken kip. Ik ga elke dag werken in Genk, op hetzelfde kantoor, op dezelfde locatie. En toch beslis ik elke ochtend om een andere route naar het werk te nemen. Ik heb zo'n 3 of 4 routes om te nemen, afhankelijk van waar ik goestingen heb of hoe druk het is, neem ik altijd een andere route. Bam! Dit waren de 50 dingen die jullie nog niet van mij wisten. Hopelijk was het een beetje interessant, hebben jullie iets van mij bijgeleerd. Is er nog iets wat jullie willen weten? Laat het dan hieronder weten in de comments. Misschien kan ik daar nog even op antwoorden. En ja, hopelijk vond je het een leuke video. Check zeker iedere dag om 6 uur opnieuw voor een andere video of vlog. En dan zie ik jullie heel graag terug morgen!